alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP die warm hoor. En vandaag ga ik kapot met Wim en met deze Touran 2011, 2010, 2011. Ik vond hem nog hier op dit kleine politiebureau bovenin de stad. Maar er staat ook al inmiddels een nieuwe B-klasse met nieuwe striping. Dus ja, dit zal een van de laatste Touran 2010-11 zijn die we hier gaan treffen in game. Dus dan maken we er nog maar even gebruik van zolang het kan. Want ik vind ze gewoon super mooi. Is gemaakt door ministerie van mods. Eerste download, de shout naar ministerie van mods. We gaan voertuigcontrole doen. Achterin had ik al gecontroleerd. We gaan nog eens met jullie meekijken. We hebben de pionnen. We hebben een informatieboekje over voorkomen van woninginbraken. We hebben hier een, weet ik veel, naaldencontainertje of zo, weet ik het allemaal. Ja. Hier iets, een of andere koevoet. Ja, dat is een afzetlint gebeuren. De straatrace hier, daar hebben we nog zo'n ding wat je, ja, je weet wel, verkeer maar regelt. Maar we gaan nu met boefjes die zitten te racen even erachteraan. Het wordt me een pittig, gedoe met de busje, of met deze auto. Kijk eens, hier zijn ze geloof ik al. Want hij is heel gevoelig voor sturen, zeg maar. Nou, dus de race hier over de snelweg. Oh ja, dat was de motorkap. We gaan meteen de stad uit, het dorpje uit. Voertuig is gecrashed, Oh ja, daar gaat mijn Touran. Had ik met een van de eerste LSPDFR aflevering, tot ik ook met deze Touran reed en echt dacht, what the fuck is dit? De vraag was toen, ligt het aan de Touran of ligt het aan het stuur, wat ik nu gebruik, en het script, maar het ligt toch echt aan deze Touran, want met de Audi en zo en de Touran 2016 en noem maar op, gaat het wat soepeler. Dit is natuurlijk ook niet heel realistisch hoe ik rij, hè, maar... Mijn voertuig wordt wel lichtblauw, dat klopt ook niet. Dat is, nou, misschien de zon en het licht en de wolken en zo. Ga ik steeds in achtervolging, hoge snelheid, misschien toch maar eens wat eenheidjes erbij vragen, wellicht Kamar of zo. Zien we hier een militair gebied in rijden. Rijdt alsjeblieft. Ja, de Kamar kan ons inderdaad helpen. Oh, hij rijdt in op de Kamar. Oh, de vrachtwagen rijdt in op mij. Geen succesvol pitje. We hebben onszelf gepit. Oh, daar komt nog een. Wordt hij erbij? Weet niet, hij moet zich waarschijnlijk gewoon uitwijken van mij. Kamar zit erachter. Is op dit moment leidend voertuig. En laten we lekker zo. Eerst maar eens zelf in de buurt komen. Ze hebben hem weer geramd. Voor de rijdt verder. Ze zijn ik... Ja, ze zijn verongelukt. Oh, ze zijn... Ja, perfect, perfect. Nee, niet perfect. Uitstappen, je wordt getaste. Kom op, uitstappen. Uitstappen, handen omhoog. Meewerken, taser in je bakken, letterlijk. Handen omhoog. Collega's, vuurlijnen, vuurlijnen. Ik ga wel naar links. Oei, yo, grap. Eenmaal aanhouding. Ga je het transportje deze kant op. Er zijn geen eenheden meer nodig. En een takelwagen. We gaan het verkeer even afremmen, dan wel stoppen. Verdachte is meegenomen, ook weer met de Kamar. Ja, vriend, je hebt een probleem, want de Kamar zijn militairen en die zijn wat strenger. Ik wens je heel veel succes. Oh, nu gaat het fout. Ja. Oké. Okay. Hij gaat mee
met niet met mij, ook niet met de collega's blijkbaar. Ik skip ze gewoon lekker. Zo. En wij gaan terug naar ons. Oh, sorry hoor. Naar ons vertrouwd dorpje. Zijn we inzetbaar voor meldingen. Nou, voertuigcontrole hebben we dus nog niet gedaan. Maar ja, toevallig tijdens de rit naar de race en tijdens de race heb ik alles wat gecheckt, want stopbord deed het, blauw deed het, sirene deed het, die test je sowieso niet met de voertuigcontrole. En oranje zet ik ook per ongeluk aan, die deed het ook. Dus ja, wat wil je nou nog meer, hè? Jongen, wat een pannenkoek, zit hij nou een brake check om het te doen ofzo? Ja, dat deed hij niet, maar waarom stopte hij? Dat was eerder de vraag. Wat zit hij nou te bumper kleven? Ja, ik zit ook te bumper kleven, maar om zijn kenteken te controleren. Ik ga het volgende kenteken voor je nadrukken. 0. Wat? Juliet 9. Oké, okay, nou. Oh, godnonde. Er stond een pijl naar rechts en ik ging dus netjes naar rechts. Zo van, je moet hier rechtsop en ineens moet ik weer naar links. Voertuig, het tweede voertuig voor me, zeg maar, waar ze nu een ongelukje hebben, die heeft geen verzekering meer. En dat is niet zo handig, want we hebben net vol achterop hem geknald. Stop doet het blijkbaar niet als je geen blauw aan hebt. Want nu moet hij het wel doen. Ook niet meer. Hij doet niet meer, stop, het bordje is toch kapot gegaan. Kan gebeuren. Volgen. Goedendag. Hallo. Ga je rijbewijs even, ja, dankjewel. Die is ook nog eens ongeldig verklaard, dus dat is niet mooi. Ik ga hem even vragen. Ik zeg, waarom rijden op een ongeldig verklaard ingevorderd rijbewijs? Ja, ik wilde echt even het huis uit en een stukje rijden. Oké, okay, maar je rijdt ook met een wacht even, zo en zo. Ja, en waarom rij je met een verlopen verzekering? Ja, de verzekering is de afgelopen dagen echt heel duur, maar ik zal een nieuwe bestellen. Ja, dat is allemaal een beetje te laat. Dus we gaan eens kijken wat je voor iets krijgt allemaal. Want je driving on suspended license en no insurance. Dat is invordering voertuig, dat dacht ik al. Als je mag uitstappen. Dan komt een takelwagen als het goed is. Niet deze nog, maar er komt dadelijk een takelwagen voor hem. En die zal hem dan wel meenemen. Hem dan ook bedoel ik dan. Stap je maar bij die takelwaggel in. Nee, niet over de snelweg lopen. Wacht nou. Toet toet. Beste jonge heer, meneer. Stop even. Ja. Even vries. Ik bel wel een taxi voor je, want ik kan natuurlijk niet. Laat die taxi even dichterbij spannen met de H waarschijnlijk. Ja, letterlijk dichterbij. Het zijn nog steeds oranje. Hoe fixen ik dat ook alweer? Dan gaan we door. Dan gaan we snelheid maken en dan gaan we invoegen. En dan hopelijk komen we nog eens terug. Op ons, in ons mooie dorpje. We have a suspicious person in Los Santos International Airport. Maar dat is allemaal helemaal daar. Dat ben ik toch niet. Geef eens melding hier in de buurt dan. Wat rijden we weer langzaam, mensen? Wat rijden we weer langzaam? Jongen, je rijdt 10 km per uur, grap. Kun je nog een takelwagen hebben? Maar die is kapot. Die kan niet verder rijden zo.
Oh, de verkeerde knop. Ik zal maar even netjes doen. Voertuig is helemaal kapot. Kapotte band. Geen band meer, beter gezegd. Zwart er ook uit de motor. Ik snap dat je niet, dat je misschien denkt van ik rij even naar de stad, maar dit is echt niet veilig. Goeiedag, hallo. Mag ik jouw C, of dan wel C1 rijbewijs even zien? Die is verlopen, meneer. Wat hebben we? Dan kunnen we nog een soort van collega's zijn, maar dat kan niet. Wist je dat je rijbewijs is verlopen? Ah shit, ik wist dat ik iets moest doen, zegt hij. Ja, nou, een beetje te laat. En wat in godsnaam is met je voertuig gebeurd? Ja, iemand heeft mijn banden kapot geprikt. Dus doordat jouw band zo kapot is, gaat jouw motor ze roken. Dit is echt ongelooflijk, vriend. Je gaat uitstappen, je gaat niet verder rijden. Ik krijg wel van mij een bekeuring voor het expired license. Kan natuurlijk niet. En ja, nogmaals, ik hoop dat je begrijpt dat je niet zo verder kunt rijden. Ik ga het je niet al te moeilijk maken, die krijg je. Dat is gewoon, ja, dan ben ik maar even hard. Je gaat het zelf, normaal zou ik zeggen, bel even een collega met een nog grotere takelwagen die voor jou een takelwagen die jouw voertuig afsleept. Gaat hij toch niet doen, dus ik vraag een takelwagen. En dit gaat waarschijnlijk fout, maar ik wil het wel zien. Deze takelwagen gaat... Oh, soepel. Hij rookt misschien wel even de brand moet laten komen. Nee, doei. Je collega komt je zo ophalen als hij ergens is gedraaid. Ik ga nog eens wat voor hem een taxi bellen, joh, kijk. Gaan we niet doen, hè? We gaan nog even door. Oh, wat is dat? Oh shit, dat is een gevaarlijk dier. Zullen we eens gaan kijken? Boeie, 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 boeie. Kom eens hier. Hallo. Oh, ben jij lief? Hallo? Auw, auw, auw. Nou, weet je wat? Zo is de natuur. We laten hem maar lopen. Kijk, er is je collega al. Doei! Oh, handen omhoog, stoppen! Uitstappen, uitstappen, handen omhoog, beide! Normaal een grap, handen omhoog! Op je knieën! Meewerken, bij elke verdachte beweging wordt er geschoten! De renterrein, collega's, de renterrein, pak hem! Jullie komen tegemoet, jullie komen tegemoet! Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem! Nee, ze pakken hem niet! Oké, eenmaal aanhouding! Heeft hij nou een voertuig gestolen? Oh, fucking fuck. Is hem dit? Ja, dat is hem wel, hè. AC, achtervolging, een van de overvallers, vuurwapengevaarlijk persoon. Graag de eenheid erbij. De andere verdachten die heb ik op zijn knieën gezet. Daar waren genoeg collega's bij in principe. Dus dan nemen die collega's ook over. 2010, we hebben shit op de verdachten. Ze zijn van de snel af. BTGV, BTGV, BTGV. Uitstappen met je handen omhoog. Welke verdachte beweging wordt er geschoten? Ja, hallo, dat is verdachte beweging. Je rent weg. Niemand anders in het voertuig, collega's, goeiedag. Dat is wel realistisch, stuk maar even een klok. Dat is gewoon toeval hoor, maar... Want ze rijden in een B-klasse van de politie. Zo, dikke stress, G. Eén collega of achter me was... Tweemaal AT. Waarvan eentje bij mij is. Ik ga je nog vieren, we hebben waarschijnlijk een vuurwapen bij. 12 en 5.
Ja, hij had een vuurwapen bij. Eerste persoon die ik fouilleer en die geen seksueel ding bij zich heeft. Dat is wel... meneer, daar mag u trots op zijn. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Over een paar dagen zien jullie in het weekend een video met een onopvallende Tesla Model S. Ik zou zeggen tot dan. En blauwe duimpje omhoog en een reactie zou altijd leuk zijn. En doei!